Moi! Beste kijkers van Metaal Detectie Bovenstreek. Leuk dat jullie kijken naar deze speciale editie. Dit kanaal bestaat namelijk 1 jaar. Met deze video willen Ferdinand en ik aangeven om laten zien wat onze leukste vondsten zijn. De super gave vondsten, de mooie zilveren munten. En we laten even een klein stukje zien wat je zo al kunt vinden. En dan hebben we bijvoorbeeld over gewone munten, kale munten. Daar kun je de wereld aan vinden. Knopen. Nou, die vind je ook genoeg. Soms af en toe een hele mooie, maar ook gewoon soms kale knopen. Gulden geld. Gespjes vind je ook heel veel. We vinden het allemaal hier op de Veenkolonie. De Veenkolonie is een rijk gebied. Er ligt veel stadsafval. Dus ik zou zeggen, kijk gezellig mee. Geniet ervan. De vetste vondsten hebben we in deze video zitten. Dus ik zou zeggen, veel plezier met kijken. En mooi! Daar zit iets moois. Een dikke munt. Poh. Ik weet niet wat voor een het is. Ik zal hem eens even op pauze zetten. Zo. Prachtige knoepert van de munt. Hij kwam binnen op... Waar kwam hij eigenlijk op binnen? Op 52-53 op de Legend. 20 centimeter. Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Wat dit voor munt is. ...1812 volgens mij. Knoepert. Leuk. Gaaf. Wat heb je gevonden? Een target. Hij kwam binnen op VD3031. Ja? Ik zag hem bij verschillende mede-YouTubers, zag ik hem al. Ja? Ik denk, hoop dat ik hem ook kan vinden. Oh my god. Oh! Weer een 3. Ja, ik zal mijn mond draaien. Ik had het jaartal nog niet gezien. Maar... Eén gulden is het, toch? Eén gulden, weer een 3. Die van me. Dat is. Bucketlist. Een bucketlist. Fantastisch, wat een vondst. Ja. Wat staat erop? Het is hier wel 1800, 1850. Ja, ik kan het niet goed zien. Ik ook niet, met die slechte ogen van mij. Wacht even, ik zet hem even op pauze. Prachtige gulden, 1865, Willem III. Ja, bucketlisten, dit zijn fantastische munten. En die ziet er nog prachtig uit. Wauw. En weer een bijzondere munt gevonden. Ook best een grote, hè? Ik weet niet wat voor munt het is, ook deze ook niet. Er lijkt aan de zijkant te staan follow, F-O-L-L-O. En daar, ik weet niet of je het kunt zien. Daarnaast lijkt een poppetje te staan. Dus ik heb de vraag uitgezet en ik hoop dat iemand mij kan helpen. En dan, zodra ik het weet, laat ik het achter in het filmpje. Een vingerhoedje. Hij is mooi versierd onderaan. Mooi. Toch wel een leuke vondst. Ja. Ik denk toch dat we oude vondsten niet vinden in de grond. En of. Ja.
Super. Ja. Een mooie vondst. Muntgewicht. Oh, een beetje onscherp. Zou je eens kunnen omdraaien? We hebben een mooie kruis op staan. Leuke vondst. Hij zit aan de zijkant. Hey, oh. Oh shit. Oh, 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 oh. Dat is een mooie. Een dikke zilveren, jongens. Oh, 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 oh. 1465. Wat een zilveren knoeper. Het is niet een hele grote, maar hij is fantastisch. Oh, wauw. Oh, oh. Dit is een prachtblaadje. Geweldig, jongens. Wat een topvondst. Kijk dan, jongens. Wow. Super. Wow. Wow. Dat is een mooie tapjeskraan. Zo. Dat is een mooie. Prachtig, die heb ik nog nooit eerder gezien. Ik heb een leuke vondst gedaan. Ik zal hem zo even laten zien. Ik denk dat het zilver is. En ja, ik ben in ieder geval hartstikke wijs mee. Nou, ik zal hem laten zien, jongens. Even de achterkant. Natuurlijk net op de kop natuurlijk. Ja, lekker handig. Ik weet niet of het een beetje goed in beeld komt. Maar ik wil zeggen, ik ben er weer heel content mee. Jongens, ik schrik me helemaal de pleuris. Kijk eens even, jongens. Een bucketlister. Gulden Willem II. En zoals ik net zag, zat er nog iets op de achterkant. Lijkt alsof er nog een munt op zit. Maar die gaan we er niet aftrekken, die gaan we even voorzichtig schoonmaken. Geen idee wat het is, er staat nog iets achterop. Maar wat een knoepert, wat een signaal. Ho. VD54 op de Nocta Macro Legend. 1 gulden. 1845. Een dikke zilveren plak. Hij is mooi. Prachtig, dat is het, gewoon de tweede van vandaag. Die andere was versleten, maar deze is toch prachtig. Heel mooi. Hier ben ik heel blij mee. Mooie vondst. Een zilveren ring. En wat is de vondst? We hebben een muntje gevonden. Een vreemde muntje. We zijn er nog niet achter gekomen wat het is. Ik zal het zo bij de achterkant ook even laten zien. Ja, draai maar eens om. Ik ben wel benieuwd. Even kijken hoor. Ja, zo heb ik hem mooi in beeld. Ik heb Napoleon gevonden in Leven der Rijven. Oh, donders. Kijk eens wat een mooie. Wat een mooie. Hartstikke mooi. Zo de achterkant ook even omdraaien. Dat kun je die thuis ook zien. Goh, hij ziet er nog verder goed uit. Geen voetjes meer, maar. Nee. Ah, mooi hoor. Ja, toch weer een leuke vondst. Goh. Hartstikke mooi, super. Dikke duim. Dikke duim. Nou heb ik een mooie munt gevonden. En ik denk dat dit wel eens Romeins kan zijn. Een Romeinse munt. Je ziet daar een gezichtje. Rechts zie je nog wat staan. Maar ik denk dat dit zilver is.
zilveren Romeinse munt. Heel mooi. '34. Zit in de kluit. Een munt. Oh my god. Is dat een... Holy shit. Oh. Een gouden tientje. Oh. Een gouden tientje. Oh wow. Een gouden tientje. 10 gulden goud. Een gouden munt. Ik denk van ik ga nog even een rondje lopen. Ik ben net, nou zeg maar bij die boomgrens ben ik begonnen. Hij ligt hier zo. Perfecte staat. 10 gulden, gouden tientje. Een gouden 10 gulden. Oh my god. Oh, ho, ho, yes! En dan komt dit tevoorschijn. Oh, donders. Dat had ik niet verwacht. Maar wat is het? Er staat ook een wapen op. Ja, er staat een wapen op. Ik dacht eerst een belastingplaatje, maar ja, ja. Normaal vraag ik dan een gaatje dat je het kunt ophangen. Ja, de 180 staat erop. Ja. Oh, dat is wel leuk. Ook wel mooi dat er een schild op staat. Ja. Potverdorie. Nou, leuk. Mocht je weten wat het is, laat het even achter in de comments. Dikke prima. Dikke prima. Doe me nou even een hele leuke vondst. Een zilveren naald. Ik dacht je misschien een haarspeld of zo, maar ja. Een haarspeld of een naald. Gave vondst. Dat is gaaf. Zoiets had ik ook nog niet. Daar ben ik heel erg blij mee. Ja, ik denk van, hey, waar zit hij nou? Waar zit hij nou? Wat is het dan? Een muntschatje. Er zijn een aantal munten op elkaar geplakt. Aaien. En als ik het goed bekijk, is het 1, 2, 3, 4, 5. 5 munten. Wat gaaf. Nou, dat is echt wel. Dat is mijn eerste muntschatje, zeg maar. Wat leuk. Nou. Leuk, die gaan we thuis voorzichtig uit elkaar halen. En kijken wat er van overblijft.